we zijn hier in een sportschool. Wat ga jij doen? Wat voor sport beoefen jij? Nou, ik doe aan gewicht heffen. We beginnen altijd licht. Dus de eerste serie is heel erg licht. En dan krijg je daarna nog een keer een tweede serie en dat is wat zwaarder. En dan is de derde serie, dat is dan het eindgewicht voor die training. En daarmee doen we dan tussen de 5 en de 8 series van 8 herhalingen. Ik moest sterker worden en mijn oom doet aan gewicht heffen. En ja, toen zei hij van probeer het eens en dat heb ik gedaan. Je moet echt vechten om iedere keer wat kilo's erbij te krijgen. En dat is echt fijn als het lukt. Als je kijkt naar de wereldtop, ben ik echt helemaal niks. Dus nee, niet echt, maar ik hoop het wel te worden. Ik ben aan het toewerken naar 2012, de Olympische Spelen. Nodig om mee te mogen naar de Olympische Spelen? Heel veel meer kilo's en heel veel geluk ook, want de limieten zijn enorm hoog. En politiek, er is nog geen één gewichtheffer sinds volgens mij 68 geweest en geen enkele dame op de Olympische Spelen. Er is nog heel wat in te halen. We hebben vorig jaar in juni hebben wij ons eerste kampioenschap, Nederlands kampioenschap gedaan. En we hebben daarvoor getraind. Ik train al wat langer dan Henk-Jan. En hebben we naartoe gewerkt en de prestaties waren eigenlijk wel goed. We zijn allebei Nederlands kampioen geworden. Nou, Henk-Jan is nu kniebuigingen voor de borst aan het doen. En dat is een oefening die is belangrijk voor het opbouwen van de kracht in de benen. En tegelijkertijd is het ook een oefening die belangrijk is voor het perfectioneren van de techniek. En dat is gewichtheffen, als je dus voor het stoten de halter voorslaat, dan trek je die halter op en dan maak je een diepe hurkzit onder die halter en dan sta je op. En je moet leren om, als je dus onder die halter zit, dat je met een rechte rug zit en de ellebogen helemaal hoog, dat je kaarsrecht zit en dat je dan overeind komt. Het is leuk dat je snel, wel vrij snel vooruitgang ziet, dat je steeds verschillende trainingen hebt. Je hebt om de 6 weken een andere training. En ik vind het persoonlijk heel erg leuk dat je niet steeds hetzelfde hebt. Je hebt heel veel afwisseling. Jij bent ook, hij heeft al gezegd, ook Nederlands kampioen geworden? Ja, in de 85 kilo klasse. En daar heb ik 80 kilo gestoten en 55 kilo getrokken. Is dat goed in jouw klasse? Ik deed op dat moment nog maar een half jaar en dat was natuurlijk wel goed. En het moet natuurlijk nog veel hoger. Is er veel concurrentie? Niet veel. Het niveau in Nederland ligt niet echt superhoog. Maar ja, dat is aan ons om daar veranderingen te brengen natuurlijk. Waar werk je naartoe? Olympische Spelen 2016. En wat moet je dan kunnen? Waarschijnlijk ligt de grens op 400 kilo totaal. Dus dat zal betekenen dat is in de boven 105 kilo klasse, ligt het totaal dan op 400 kilo in beide oefeningen samen opgeteld. 2016 zei je? En dan heb je nog 6 jaar te trainen. Ja, dat is meer dan genoeg in principe. Als gewichtheffer kun je op je 24, 25 wel pieken, desnoods wel eerder. Dus dat zijn je max eigenlijk. Dat zijn je beste jaren. Hoe lang ben je met deze sport bezig? Ik ben deze zomer begonnen, dus nu een halfjaartje ongeveer. Ja, ik vind het een hele mooie sport. Ik vind het het is een hele technische sport. Je moet ook heel lenig zijn in je enkels, je knieën, je heup.
Het is een moeilijke sport. Het lijkt heel makkelijk allemaal als je het zo ziet, maar het is echt, echt een technieksport. Ik ben hier begonnen eigenlijk vanwege herstel. Ik moest spieren opbouwen. Maar toen ik eenmaal bezig was, toen kreeg ik steeds meer inzicht hier in de sport. En dan zag ik hoe technisch het was. Dat is zeker wel daar moeten we wel een zekere aanleg voor hebben. Want als je dat niet hebt, dan kan je het eigenlijk denk ik nooit leren. Wil je uiteindelijk een hoger niveau bereiken, dan moet je veel kracht hebben. En daar hebben we een opbouwtraining voor bijvoorbeeld. En daarin bouw je dus spieren op. Krachtopbouw, dat is mijn doel.